Yo, met Spero leg ik vanavond naar het weer aan het schermen bij Pokémon Hardworld. Ja, het is gewoon het schermen, omdat het 5 uur 's middags is, dan schijnt het, ja. Waarschijnlijk zit het op wintertijd ofzo, of dat het in de winter is, want dan begint er wel om 5 uur al te schemeren. Dus vandaar, dit gaan we nou verkeerd doen. Wat gaan we verkeerd doen? Wat zeg je nou? Zeg ik nou verkeerd of zeg ik het goed? I don't know. We moeten hier naar de Pokémonmarkt. Vorige keer wou ik teruglopen, maar we zitten gewoon in een goede stad. En in deze Pokémonmarkt is iemand die met ons gaat praten en die gaat ons een ei geven. Zie je die man in het rood? Hem moet je hebben. Good evening, hentje, is dit? I have a special... Oh nee, niet special. Oké, kut. Super potion. Ja. Oh, wacht, wat? Is hij hier niet? In de market en file? Ik zat toch in een goede stad? Of is deze gast? Ja, kijk. Care van egg. Enter received egg. Nu hebben we voor mij ook een ei erin. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Voor mij, als we nou naar Pokémon gaan, hebben we een ei. Ja, we hebben een ei. Oh my gosh. Oh my gosh. Kanaak. Wow, wat ik bijna op kruis klik. Dat helemaal laten afsluiten. Dat moeten wij niet doen, hè. Goed, cancel de pencil, de stencil en cancel de pencil, de stencil. En dan gaan we gewoon verder, chill. We hebben dus nu een ei, een mysterieus ei. En dan moeten we dus eventjes iets hebben wat flash aan kan. Oh, daar is iemand. Een Aziatisch vrouwtje. Oh my, het ei. Now I get it. Wat? Wat is zo bijzonder aan het ei? Het is kennelijk een heel bijzonder ei. Ik weet niet waarom, maar het is... Het is een heel bijzonder ei. Je moet goed opletten. De vrouwtje ging naar beneden. Misschien niet dat we hier naar beneden... Nee, we moeten naar de grot trouwens. We moeten naar de grot. In de grot gaan we weer beesten vangen. Ja, ja. Jeloel. Maar ik wil toch even hier beneden kijken. Want dat heb je beneden. Het is goed de 32, hé. We zitten al op route 2 en hier kunnen we waarschijnlijk niet langs. Toch wel. Ik ben benieuwd. Runes of Alp. Ja, dat is waarschijnlijk een hele puzzel. Heb ik geen zin in. Dan moet je waarschijnlijk iets van Rock Smash of iets hebben. Of die meuk. Dus ja, naar. Ja, hier heb ik geen zin in. Moeten we toch naar die grotten boven of niet? Of moeten we hier naartoe? We lopen hier naartoe. YOLO. Waarom heb je zo'n haast? Nou, omdat ik niet met jou wil vechten. Oh, wat? Oké. Okay. Dat zou ik niet aankomen. Dat is vast van... Ja, battle a bitch. Maar nee, dat is dus niet. Hè. Dat is een cadeautje, bitch. Waarschijnlijk wil je nou mijn telefoonnummer ervoor. Mareep, die vangen we. Die vangen. Dus een gras type, of gras elektrisch type, kan sowieso chill zijn. Die gaan we vangen. Die vangen we. S-W-S. Dat gaat wel niet. I don't know. Ja, er zit een egg erin. Een egg can't battle. Ah, dat is nou jammer, hé. Dat is nou echt zeker weten. Heel jammer. Dus ja. Een snelle aanval. Ja, een hele, hele snelle aanval. Oh nee, hij schreeuwt. Zo. Als ze er nu meteen in zit, dan ga ik hem meteen doodslaan. Ik was van fuck jou. Ze moeten er allemaal in één keer. Het zit er goed verdomme. Hij zit er goed gelukkig in. Goed gelukkig in. Wat de fuck is jij dan weer? Ik heb geen idee wat ik zeg. We gaan het gewoon zien. Marie.
Mariep, zijn data is toegevoegd aan de Pokédex. Wil je een bijnaam geven aan Mariep? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik weet dat hij evolueert naar een soort van staand beest. We zeggen gewoon YOLO en we noemen hem... Zo, we noemen... Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. We noemen hem. Hoe noemen we hem? We noemen hem Geert. Geert. Iemand die snapt waar het vandaan komt, laat achter een reactie. Ik ben benieuwd of iemand hem snapt. Waarom ik hem Geert noem. Dat zou ik je zwaar hilarisch vinden als iemand nou snapt waarom ik hem Geert noem. Ja, even met jou moet ik praten. Ik voel het al. Huh? Yeah, you know. Waarom Pokémon Battle aan mijn phone? Dammit! Ik denk van, die heeft iets bijzonders. Kijk niet naar de weg. Kijk juist ver. Nou, zo is hij. Wat heeft deze voor Pokémon? Een Nidoran. Hoe gaan we dit fixen? Als dat een critical hit is, dan wissel ik naar... Zoekel. Nee, we noemen hem Geert. Ik wil Geert ook even gebruiken. Weet je, even zien hoe goed Geert is. Go Geert. Ja. Geert. Geert probeert te sneert. Roll. En nu? We doen nog minder. Jongens. Hooghoed, go. Geert is helemaal geen elektrische aanvallen, godverdomme. Waarom heeft Geert geen elektrische aanvallen, hè? Dat vind ik niet leuk. Back. Pats! Echt zo'n bitchclap was. Zo... Mooi, dat vind ik leuk. Die geluidseffectjes, zo'n tats. Echt zo'n... Pats! Vol op z'n... Mooi geluid, ik vind dat mooi. Ik vind het helemaal mooi. Hoppakee, bijna. Pets. Zo mooi dat ik dat vind. Echt, kan ik hard om lachen. En pats, en hij is neer. Zo, heb ik 3 Pokémon voor moeten gebruiken of zo? Echt fucking wil. Spin meneer level 9, oké, chill. Zo. Veeg vooruit dan. Jij mag wel mijn telefoonnummer. Mooi muziekje, weet je. Jij mag het wel. Kun je een mooie... Is het een vrouw? Ja, dat was een vrouw, hè? Kunnen we mooie lesbienne seks hebben? Wat? Lesbienne seks? Wat? Is er onder alleen gras of is er ook iets boeiends? Ik geef het niet. Ik wil een vis zijn, want ik kan ook vissen, want ik wil eigenlijk een waterpokémon. Ik weet nog precies welke ik wil. Hoe heet die voor van? Artillery. Octopus en de voorzitter vis. Geen idee waarom die van vis naar een octopus heeft geprobeerd. Dat vind ik gewoon leuk. Oh, kut. maar ja, ik wil dus gewoon die, want dan kan ik met vis zijn, want dan heb ik gewoon waterpokémon. Dat is cool. Plus die octopus vind ik echt cool. Die vind ik echt cool. Nog een nieuwe gewoon. Ja, ik ga niet dezelfde fout maken. We gaan gewoon Pokémon direct op Zuko. Dan gaat Zuko waarschijnlijk evolueren. Dat is gewoon cool. Maar geëvolueerde Zuko. Ja. Focus de energie. Ja. Focus energie. Brand maar met je gefocuste energie. Meen je niet? Doe je voor leer focus energy. Je bent zo stom, hè? Zo stom. Er zijn meer. Oh. Waar gaat hij? Oh, daar gaat hij eens aan een hoog level, jongen. Gewoon handig dit zo. Goed, send some to the mom. Quit. Ja. Dank je. Goed. Hier is een pokebal. Geen interesse in. Het is super veel gras.
maar hier is voor mij alweer voorbij. Dus als ik zo doe, dan kom ik daar. Zo, en dan... Nice. Made it, bitch. Freaking made it. Vissers, vissers. Dit is een vis waar je dan weer wel mee moet praten, want ze zitten aan de kant op. Waarom kies ik de verkeerde visser uit? Ik denk van, oh, die staat weg, weet je, die gaat iets cools vertellen aan jou. Nee, nee. Hier is voor mij spinmeneer wel goed tegen, dus water. Nee, trouwens, gras is goed tegen water. Maar is dit ook nog super slecht tegen. Nou, even kijken, hij sproeit met water. Dus ja, dat is chill. Dat staat gewoon chill. Fire type weak. Oké dan. Neerhalen die handel. Neer en neer en neer. Bubbles. Ja, niet heel effectief, maar ook niet heel ineffectief. Beter wordt die potion. Concentrate, hoeveel doet dat? Gaat hij mijn slaap weer krijgen? Dat vind ik niet chill. Dat ga ik nog dood. Dat wil ook niet. Ik heb echt kut aanvallen met spin meneer, hé. Gewoon, ja, die potion steen is op zich wel chill. Maar over het algemeen is het ook redelijk een kut aanval, hoor. Hij doet super weinig schade. Maar ik voel gewoon dat deze later super sterk wordt. Ik voel het. Want hij was super moeilijk te vinden in het gras. En ik ben fucked. Doe als iets moeilijk te vinden in het gras, dan betekent het sowieso dat het gewoon een goede Pokémon is. Lijkt mij, dat is de Pokémon logica die ik gebruik in Pokémon Fire Red. Maar diezelfde logica vertelt me ook dat als iemand niet naar je toe staat, dat hij dan danger is van, ja, fuck jou. Ik ga hem gewoon houden. Misschien overleef ik het wel. Dan heb ik hier dus nu mooi in Pokémon verslagen. Terwijl ik aan het slapen ben, dat zou heel chill zijn. En hij. Als please, laat me het overleven. Dat zou ik zo mooi vinden. Als ik gewoon in slaap ben, dat hij door potion gewoon nog doodgaat. Yes! Oh, nice. Oeh, bijna level 10, dammit. Holy wank. Keep battling, want ik heb nog een heel klein beetje gespeeld van level 10. En dan stop ik hem in. Dan switch ik hem in, want dan krijg ik getilde HP. Geert ga ik gebruiken. Ik voel alsof Geert wel kan. Weet je, Geert, ik heb vertrouwen in jou. Dus bewijs je maar. Bewijs me dat mijn vertrouwen goed was of slecht was. Waarschijnlijk was mijn vertrouwen heel slecht, daar heb ik maar 4 HP over. En ja. Nooit chill. En ik ben ver. Oh nee, trouwens ben ik nog niet ver. Nou ben ik juist sterker. Als ik een elektrische aanval doe. Maar ja, dat doe ik dus niet. Dus dan moet ik even goed kijken. Zo. Ik heb een beetje jok in mijn neus. Ik zit een beetje heel vaak aan, heb ik het gevoel. En daar ben ik wel van. Jammer. Geert, goed gedaan. Hij leeft nog. Hi. Je hebt nog een mis. Dekkel. Oh man, als ik nou zo'n critical hit heb. Oh man. Dit gaat zo genius worden. Hij mist. Ja. Nog eentje. Oh, maar serieus. Why? Ik had bijna neergaan met Geert. Dan heeft Geert ook eens een keer wat eer. Meen het, echt. Zo van, ja. Niet lief. Misschien kan deze nou ook level 10 worden. Dat zou chill zijn. Oh, dat is voor mij heel goed tegen flying. Maar van wel voor mij. Wat is voor mij? Jij bent dood. En ik win. Yeah. Spin meneer gaat 66 XP. Spin meneer is level 10. En wil je een nieuwe aanval? Dat is gewoon een level van een nieuwe aanval. Is het niet. Ik wil geen nieuwe aanval. Wat is het voor nonsens? Waarom wil je geen nieuwe aanval? Ik wil dat jij een nieuwe aanval wilt. Nou, Fisherman Henry. Zo. Ik heb wel veel geld, hé. Oh, deze staat ook niet in de toekomst. Iemand gaat mij een vis helemaal geven. You must lose that fish. Nah, joh. Wat maakt het uit? Er zijn pas twee. Nou, eentje is een soort van dood. Dus niet echt dood, maar hij heeft super weinig. Meen je dit? Is dit gewoon een serieus poging? Echt waar? Wauw. Dit krijg ik nog zo binnen, daar word ik nog wakker. Voordat hij iets nuttigs doet. Ja, dan ga ik hem elkaar afmaken.
Cool, zou ik 1 HP over hebben, zou ik hem keihard afmaken. Splash, wow, gevaarlijk! Nee! Splash is useless! Potion sting, that is the shit! Op zich krijg je er best wel veel schade van. Maar ik ben op dubbele level, hè? Dan kan je dat wel een beetje verwachten, hè? Yeah. Spin meneer use the potion. Sting, ja. Oké, mooi. En hij is neer. Hij is gewoon helemaal neer. Hij is gewoon af. Weg. Voet zien. Magikarp, keep battling. Ja. Magikarp. Oh, level 15. Maar die kan nog steeds. Voor mij kan hij dan wel tackle. Ja. Dat is wel kut. Nou, maakt niet uit. Ik kan hem nog een keer tegen voordat ik dood ben. Ik heb nog. Hij deed 3 damage. Maar. Ik heb nog 4 leven over, dus ik kan hem nog 2 keer tackelen. Dat is chill. Maar dat doet hij alsnog splash. Echt waar. Sommige NPC's in Pokémon zijn soms zo fucking stom. En trouwens, niet alleen in Pokémon. Echt in elke game zit soms zulke stomme NPC's. En ik denk van. Hoe de fuck kan jij nu stom zijn? Ja, maar niet uit. Ik overleef toch. Ik overleef. Ik zal overleven. Goed, zodra die tackle doet, ben ik wel echt meteen fucked. Dus we moeten even uitkijken dat hij dat niet doet. Zoals je volgende ronde geen tackle doet, heb je voor mij gewonnen. Denk ik. Dus het is zwaar chill als dat dan is zo. Van, ik win. Ja, voor mij heb ik nou verslagen. En dat zou heel chill zijn, want hij is 5 levels hoger. Super veel XP. En dan gaan wij tot level 11 komen met onze pin meneer. Fuck. Ik wist het. Ik voelde het aankomen. Ja, ik wil 1 HP over. Laat ik nou jou vermoorden. Zo, En dan heeft hij dood. Er heeft niemand experience points. Dat is het kutste wat kan gebeuren. Ik meen echt. Serieus. Dat ik een van de kutste dingen die kan gebeuren. Dus experience points, waar echt 15 levels. Daar krijg je lekker veel experience points van. Maar ja, nou dus niet meer. En dan krijg je, weer level 5 Pokémon van. Oh, fuck my life. Echt waar. Tot die van 15 is dood zonder iemand XP te geven, hè. Dat vind ik dus wel echt heel jammer. Dus ja. Dus dat is mijn levensverhaal. En dood. Ja. Kut, sorry. Oh man. En Magikarp. Keep battling. Dus deze is waarschijnlijk level 10. Dat is ook level 5. Hij heeft fucking sterke. En die gaat dood zonder experience points af te geven. Maar die 5 is, ja. Die houden het wel vol. Ja, what the fuck, Pokémon. Please. Pats, bitch clap. Ze kunnen die pack een beetje vernoemen naar bitch clap. Dus dat klinkt ook zo gewoon. Pats. Het zou wel grappig zijn als dat ook echt het geluid is. Dat is bedoeld. Oké, wil je even geluid voor pack up nemen? Ik moet even een bitch clap geven. Nog een pats. Ja, perfect geluid. Dat zou op zich wel grappig zijn. Dat zou ik wel leuk vinden. Daar hebben we dus een beetje. Leuk verneuken. Ah, fuck! Je hebt dus helemaal niks nuttigs aan. Nog een fisherman die moet battelen. Had ik dus gewoon net zo naar beneden kunnen lopen. En dit is zo'n scumme die altijd precies onderin als je langs loopt. Dus je kan er net zo goed meteen langs lopen. Omdat je denkt: hij staat er wel heel lang die andere kant. Je kan er dan precies als je loopt, draait om. Er zijn best wel veel scummers in het spel, als je zo nadenkt. We hebben een battle. En dat zorgt ervoor dat het langer is. Woppa. Deze had ik een keer shiny gevangen. Weet ik nog, was ik helemaal blij. Dat was mijn eerste shiny die ik ooit had gevangen, was deze. Dat was een woppa. Goed, wij gaan hem even verslaan. Dan maken we een eigen aflevering. Want anders duurt het wel een beetje heel erg lang. Ja. Gewoon een beetje heel erg lang, ja. Met sport. Ja, wop. Dat zit al goed, snoetsel. Dit duurt lang! Voor mij wordt mijn klik was heel hard op opname, maar dat maakt niet uit. Dus weet je, yo. Ik kan een beetje zo doen. Zo. Wat? Watergeweer? Meen je deze serieus dat hij dit overleeft?
dood en verslagen. We got them. We killed that motherfucker. We just really did it. Jongste Gordon. Gordon! And we found Gordon. Goed, wat hebben we hier beneden? Nog een pad. Oké, weet je wat? Mijn einde van de aflevering. Ik zei het, einde van de aflevering. Vond je het leuk dat we gaan op? Laat het omhoog. Hopelijk krijg je de volgende keer weer. Abonneren, liken, delen. Wolfish Powers. Wow. Doei.